Zelfs Joep van het Hek die komt s'nachts bij me om brood te halen. Al ruim 40 jaar is Bakkerij de Rond op de kruising van de Overtoom en de Rijnvis-Feitstraat een begrip in de buurt. En al die tijd doet eigenaar Harry zijn deuren om 3:30 open voor het publiek. Maar als het aan een stadsdeel ligt, komt daar een einde aan. Ik moet binnen 14 oktober krijg ik berichten of ik tenminste open mag blijven, ja of nee. Wat kunt u daar nog tegen doen dan? Ik kan een bezwaarschrift indienen en dan mag ik nog open blijven. Maar als het dus daar ook op nee is, dan moet ik dicht. De beslissing wordt genomen door de centrale stad. Dat moet echt een vergunning zijn. Dus die beslissing nemen hun nu. En die beslissing kwam binnen terwijl AT5 de opnames al had afgerond. En dus gingen we terug naar Harry om hem de gemeentelijke uitspraak te laten lezen. De extra vroege openingstijd van Bakker de Rond is een uitzonderingspositie uit het verleden. We moeten ons aan die verordening houden en kunnen geen uitzondering maken. Tja, en toen was er stilte bij de eigenaar. Er komt geen uitzondering en dus is het einde oefening wat betreft de vroege openingstijden. Ik ben heel droevig. Ja, dat gaat maar tegen de klant zeggen. Ja.